Duw. Zelf. Maar jongens en meisjes, hier is de eerste huisgenoot van mij. Jay, hoe is hij? Goed. De grote ster van de video. Kom on, in de laatste 2 minuten. Kom on. Oh, jongens en meisjes, dames en heren, goedemorgen. Het is weer een vroege dag en ik ben weer te laat. Oh, ik heb echt een probleem, jongens. Ik moet een keer gaan op tijd komen. Ik heb altijd zo'n slechte planning. Ik sta op tijd op, maar dan ga ik nog douchen en dan duurt het allemaal weer te lang. En dan kom ik weer net iets te laat. Dus waarschijnlijk kom ik nu ook weer 5 minuten te laat aan. Maar waar ga ik naartoe? Ik ga weer naar Heren, ik ga weer sporten. Alleen ik heb nog niet gegeten. Dus dat is niet ideaal, maar gelukkig heb ik een soort van... High protein, low sugar, lemon cheesecake bar. Yes. Nou goed, ik ga dit ding in mijn mond stoppen en ik ga snel naar Hidden. En dan gaan we lekker sporten. Niek is ook bij. En vanmiddag ga ik jullie bekendmaken wie er bij me komt wonen. Nou, één van de twee dan. En ik ga een bed uitzoeken. En daarvoor ga ik samen met diegene... Ja, ik wil bijna weer de naam zeggen. Maar vanmiddag ga ik dus met diegene die bij mij gaat wonen ook... gaan we naar Brabant om een bed uit te zoeken voor in het nieuwe huis. Want ik heb mijn oude bed natuurlijk bij Gio laten staan. Omdat, dat was handiger. Dus dat wordt ook hartstikke leuk. En daarna ga ik een meisje van school ophalen... die jullie waarschijnlijk kennen uit een andere video. Een hele legendarische video. Maar goed, dat gaan jullie allemaal vanmiddag zien. Snel naar Hidden. Kijk eens wie er weer is. Oh. Wat een schatje. Jopie is er ook gewoon bij. Jopie? Ik heb een ijsspeler was, joh. Oh, nee. Niek. Hey, Jopie. Hey, oh nee, het is wel Niek. Hey. Hij dacht dat je... Hey, Stiek is weg. Oh ja, ja, hoe is het met je gezicht, jongen? Goed. Even kijken, hoor. Ik zie niks. En mijn snor straf. Oh ja. Nee, joh. Netjes zo, hoor. Het viel mij niet op. Nee. Ik heb het niet gezien. Nee, leuk. Valt het op. Hey, gaan we vandaag weer eventjes mijn pens af? Ja, laten we hem nog een keer zien. Is het al minder geworden sinds het weekend? Nou. Ja. Ja, zijn vetpercentage is gegroeid en ja, jongen, ik heb deze week nog geen alcohol gedronken. Ik heb echt gewacht tot vrijdag. Ja, zie je, dat is wat merken, als je gewoon normaal gaat doen met je eten. Weet je hoe lang hij dan morgen vandaag gaat zijn? Ja. Want hij heeft niet nog drinken. Oh, maar dan gaat hij alles inhalen. Maar ga je dit vloggen ook, dat je gaat suiken? Dat weet ik niet. Ik weet nog niet wat de planning is. Ik ga eerst lekker bed uitzoeken vanmiddag. Ja, dat is ook belangrijk. Iedereen heeft bij Healthy Bastard een eigen boekje waarin je opschrijft zeg maar, hoeveel je hebt getild en zo. Maar je moet je naam op de zijkant zetten. En ik heb hier Peter Gillis. Ik heet Peter Gillis. Worden we dan Fox Wild van, joh? Maar we gewoon Fox Wild van die gewichten. Laat ze even zien, Jopie. Nou, we gaan bezwaren. Dat is Peter. Nou, oké, doe er maar 10 op dan. Massa is kassa, hè, jongen. Massa is kassa. Ik weet niet of jullie het goed zien, maar hier. Peter Gillis. Ik zei net al in de auto dat ik altijd een beetje redelijk te laat ben. Maar moet je kijken bij gesprekken met Hidden. Dit is gewoon heel eenzijdig gewoon. Ik reageer er ook niet eens meer op. Ben er bijna. Ik sta vast bij het station. Yo, ben iets later. Mijn auto stond vast. Ben bij het station. Beetje druk. Je ziet dat ik reageer er ook niet op, hè? Nee, je reageert er ook gewoon niet meer op. Nee, waarom zou ik dat ook doen? Dat weet ik niet. Ik zou ook niet op mij reageren. Ik bedoel, nee. Toch altijd te laat. Massa is kassa. Ja. Zie je dat? Nog eens. Is dit een goede band? Wanneer binnen? Oké, vandaag. Vincent, 90 kilo, hij loopt weer een beetje moeilijk te doen. Ik ben echt slecht te vloggen, weet je. Hey, hallo. Hallo, waar loop je nou weg? Nou, wat vinden we hier nou van? Vincent is, ja, wel de slechtste leerling die ik ooit gehad heb. Ik vind het gewoon wel echt heel kut. Ik heb ook ik heb een betere leerling. Vincent, is ook Vincent. Is ook Vincent. Vincent versus Vincent. Wie denken jullie dat sterker is? Vincent Flapser of Vincent Nichols? Oké, okay, kom maar. En doe even een goede catch van het kontje van je. Wel vandaag nog even, want je geheugen is bijna vol. Adem in. Borst op. Netjes. 2, goed zo. Goed zo, laatste. Kom aan, op karakter. Op. Netjes, kom maar. Terugleggen. Hij is gewoon gelukt. Hey Peter, hier zoet je gewoon even, hè? Hey Petertje, jongen. Kijk goed hier. Meneer Visser, je hebt maar 80 kilo. Zoveel. Nee, niks 10. 10 vind ik echt slap gedrag. Ik kan meer dan 10. Net zoveel herhalingen tot je niet meer kan. Kom op, Vin. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Eerst adem in. 9. Kom op, Vin. Jawel.
Kom op, dit kan jij, Vin. 11. Kom, ik sta erbij. Tot die leeg is. Duw, 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 zelf, 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 zelf. Zelf, niks aangeraakt. Kom op. Hij doet het wel, hè? 12. Zullen die laatste ging zo... Lekker. Lekker. Hoi. Of niet dan? Hoi, Peter. Petertje. Peter. Het gaat goed, jongen. Zo. Dat was hem weer, Jopie. Ja, daar ben ik Fox Wild van geworden. Ja. Ja, ik heet hier in de sportschool Peter Gillis. Ik heb op mijn boekje Peter Gillis gezet. Kijk, hoor. Oh, shit. Er zit... Ik word er stiekem gefilmd. Sst. Stil. Hoi. 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 Wat ga jij doen vandaag? Ga lekker chillen, Jopie. Ik ga lekker chillen. Vanavond heb ik een feestje en ik heb van een vriendinnetje van mij, die is jarig, ze geeft een housewarm, heb ik een piemelkaars besteld. Een piemelkaars? Ja, ja, die ga ik aan haar geven. Wat houdt dat in? Gewoon een kaars, een piemel met een kaars? Zo'n piemelkaars. Zo, leuk. Origineel cadeau. Ja, leuk, hè. Goed. Jopie, goed getraind? Hey, goed bedje uitzoeken jij, hè? Ga ik doen, ik ga lekker bedje uitzoeken. Wauw, jongens, wat lekker zeg. Heerlijk die regen, fantastisch. Dit is precies wat ik wil vandaag. Renega, zing het voor ze. Ik heb die Ik ging voor de grap mijn camera neerzetten om gewoon dat liedje van ik heb een bon gepakt. En toen kwam opeens mama binnen. Nee. Nou, doe eens niet zo raar. Maar echt heel toevallig. Ja, lekker dan. Lekker spontaan. Ik heb in de vorige video's gevraagd aan jullie wie jullie denken dat er bij mij gaat wonen. Ik heb iemand hier voor me staan die bij mij gaat wonen. En een paar van jullie hebben het goed geraden. Maar jongens en meisjes, hier is de eerste huisgenoot van mij. En kijk eens wie dat is. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Wat niet anders, normaal. Hier kon het anders zijn. Veel mensen hebben je wel geraden. Ook wel. Ja, ik zag hem af en toe een paar keer staan. Toch wel, hè? Kijk eens even, jongens. Ik ga gewoon samen met mijn broer lekker op mezelf gaan wonen. Maar dat kunnen we niet veel zeggen, hoor. Wat zei je? Dat kunnen we niet veel zeggen. Nee, samen gaan wonen met mijn broertje of jij met en, je broer. En dat het dan ook nog goed gaat, weet dat je? Dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet. Maar goed, de tweede is nog niet bekend. Dat ga ik ook nog niet zeggen. Maar wat gaan wij doen? Wij gaan even lekker... Wij gaan een bed uitzoeken, want ja, we moeten toch wel ergens kunnen slapen, hè? We moeten ergens kunnen slapen. Maar jongens en meisjes, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat eventjes in de reacties weten. Zijn jullie blij dat Ruben komt wonen? Laat maar even weten, jongens. En sowieso, maak Ruben... maar helemaal af. Zeg maar, nee, zo is weg met die gast. Maar het leuke is, we gaan ook heel veel gekke vlogs maken. Ja, we hebben echt zoveel leuke ideeën. Ik wil echt iets anders gaan doen. Ik merk dat heel veel video's in Nederland best wel hetzelfde zijn. Dus ik ga iets proberen. We gaan even net iets anders doen. We gaan even toch een stapje omhoog. Ja. Maar goed, wij gaan eventjes lekker tanken, want dat moet ook gebeuren. En dan gaan we naar Brabant rijden, want daar is Beddenplein. En bij Beddenplein heb ik vorige keer ook mijn bed gehaald. En ik krijg nu weer een bed. Dus we gaan lekker naar de showroom, lekker op een paar bedjes liggen. En kijken wat je chill vindt. En wat jij vooral chill vindt. Hoi! Wat een gezelligheid. Ja, ik heb nog geen idee. Nee, nou, dan gaan we kijken. Let's go. Zo. Hartseplats, man. Daar gaan we, richting Brabant. En ik moet weer rijden. Ik had er gewoon even helemaal geen zin in vandaag, Ruben. Hey Ruben, wat voor bed wil jij ongeveer? Wil jij een groot bed dat je ook allemaal mooie vrouwelijke geslacht kan uitnodigen? Nee man, ik kies een eenpersoonsbedje. Een eenpersoonsbed? Is wel zo veilig toch? Ja, ik denk het ook. Nee, ik ga denk ik ook voor een eenpersoonsbed. Dat is beter man. Want zeg maar, er komen waarschijnlijk toch niet heel veel meiden over nee, toch? Nee. Nee, ik denk dat ook niet. Nee, weet je, het is ook gewoon veiliger, weet je. Als het voor iemand wil blijven slapen, zeg je maar nee, kan niet. Sorry, nee, kan bed, niet. Het ja. is niet handig. De kleine bank. Ja. Hey, maar heb je er een beetje zin in? Ja, je weet het. Maar ik denk dat we er elke dag zeker 3 keer over hebben hoeveel zin we erin hebben. Ja, dat is niet normaal, hè. Ik heb er ook zoveel zin in, jongens. Dat is niet normaal. Ik kan gewoon niet wachten. Zeg maar, die tussentijd is nu wel... Ik denk dat dit nog wel echt het leukste is. Zeg maar, dat je nu aan het wachten bent. En dat we dan straks gaan verven en zo. Want we gaan ook zelf verven. Nee, het is ook al leuk. Zeg. Want we zijn nu al aan het denken van, oké, wat moeten we hebben? Hoe gaan we het doen? En wat voor dingen? Maar gewoon allemaal, we zijn nu allemaal alles aan het voorbereiden. Nu ook straks hier bedden shit ophalen. Ja. Oké, Ruud, ik heb hier een nummer. Ik heb deze ooit gemaakt met Keizer Sossé. En ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. En ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden. Het is een hele aparte stijl, soort van rap, maar dan met mijn zang, zeg maar. Ik ben best wel een heftige beat, zeg maar. Een K.A. beat. Haren staan er achter. Als ze me ziet, dan moet ze lachen. Deze dame die is nieuw, ze vindt het spannend. Ik heb dit vaker, mijn gevoel zegt jij bent anders. Ik zie dat je kijkt en ik voel je blik. Ik moet morgen aan de edit, heb geen tijd voor dit. Ik heb mijn eigen shit, jij doet je eigen ding. Begrijp me niet verkeerd, je bent een tijgerin. Klein opzetje was dit. Ja, wat vind je ervan? Ik vind het wel hard, man. Ja, toch? Ja.
Gewoon omdat de beat en de tekst, ik weet niet, dus is het anders. Normaal is deze beat en dan heb je echt een hele boze tekst van ja, dit, dat. Ja. Het is gewoon wel. Want ik ben bijvoorbeeld best wel, ik vind K.A. echt fucking chill om te luisteren. Mm-hmm. En, maar hij heeft natuurlijk heel veel over boze shit en een beetje, weet je wel, gewoon die boze vibe, zeg maar. Maar ik vind het dus wel hard om dit soort beats te gebruiken en dan gewoon wel, soort van, wel een beetje stoerderig, maar wel gewoon nog met zang en dat er een soort van emotie en tonen in zitten. Ja, iets meer zingen ook, zeg maar. Ja, iets meer zingen. Ja. Goed, ik ben heel erg benieuwd wat jullie er ook van vinden. Dus laat eventjes weten in de reacties. Moet ik dit soort dingen gaan maken? Vinden jullie het hard? Ik vind het zelf wel echt heel vet om te maken. Omdat ik vind de beat lijp. En het is van een combinatie tussen zang en een beetje pop, zeg maar. En dan naar hiphop halen. Ik vind het zelf dik. Maar laat eventjes weten of jullie het ook vet. Want dan ga ik dit soort shit verder maken. En ga ik het afmaken en zo. Dus hey, laat maar weten in de reacties. Let's go! Riep, ik heb het hier laatst ook al een keer over gehad al. Maar komt er weer heftig vooral aan. Ja. Man. Ongeveer 70% van de mensen die naar deze video's kijken, die zijn gewoon niet geabonneerd. Gewoon niet. Weet je wat komt? Nou. Dat vind je helemaal niet leuk, man. Ja, keihard de waarheid, vind. Jongens, 70% die naar deze video bijvoorbeeld kijkt, is niet geabonneerd. Dus ik zie je wel zitten achter je telefoon of je computer. Kan je alsjeblieft abonneren? Ik zou dat zo leuk vinden. Gewoon meer abonnees. Zit je nou te huilen omdat je de volgers wil, maar zo? Ja. Man. Nee, jongens. Het is natuurlijk allemaal hartstikke overdreven. Maar ik zou het wel heel erg leuk vinden als jullie zouden abonneren. Want inderdaad, 70% is niet geabonneerd. Dus als die 70% gewoon gaat abonneren, dan krijg ik meer abonnees. Ja. En ik ga wat leuks doen. Als ik op de 50-50 zit, dus 50% is niet geabonneerd en 50% is wel geabonneerd, dan ga ik iets heel lijps weggeven. Dus ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even, zou ik leuk vinden. En Ruben ook. Ik vind het ook wel leuk hoor. Ja, toch? Het is best wel leuk. Best wel gezellig. We zijn er. We zijn weer bij Beddenplein. En ik heb het bed van Ruben al gevonden. Lekker klein. Er kunnen geen meiden bij, dat is goed. En dan neem ik toch denk ik wel gewoon een groot bed. Maar jongens, moet je eens kijken. We gaan eventjes alles testen en kijken wat lekker ligt. Want we moeten natuurlijk wel op een lekker bed liggen. Nou jongens, dit is ook wel echt een toppertje hoor. En moet je eens kijken, het is met velvet. Dus het is met dat lekkere stoffie. Dit ziet er wel heel erg lekker uit. Ja, Ruud, dit is toch wel echt een lekker bedje hoor. Ik vind het wel mooi, hè, dit. Dit is goed, hè? Ja. Ligt hij ook lekker? Ja, even kijken. Nou. Oh, ik zie al redelijk genieten. Jongens, we zijn eruit. We nemen allebei dit bed, maar dan in het donkerblauw. Ruud neemt dit eindbord of achterbord. En ik neem deze met die drie van die strepen. Nou, hebben we het toch goed gedaan, hè? Hey, het is gelukt. Het is gelukt, het is snel gegaan. Het en dan is niet makkelijk. Krijgen we heerlijke, heerlijke bedjes. Het is gelukt. Ruup, het ging soepel. We hebben allebei een mooi bedje. Binnen een kwartiertje. En ik vind het velvet inderdaad echt mooi. Het ziet er wel chic uit. Toch? Inderdaad. En dan donkerblauw en dan allebei een ander achterbord. Heerlijk. Maar weet je wat wij nu gaan doen? Wij gaan ons achternichtje ophalen. Want die vroeg of ik haar kwam ophalen van school. En die was helemaal hyped. Die vond het helemaal leuk. Dus wij gaan eventjes mijn achternichtje ophalen. Kom jij ook je kind ophalen hier? Ja. Wie is jouw kind? Ik moet jou wat vertellen, vriend. Heb jij een kind al? Ja. Nou jongens, dit is Bijke. Wij kennen jullie ook al. Zij is de moeder van de kinderen waar we vorige keer op ging passen. En we gaan nu Jaylin ophalen. Mason is er niet, helaas. Maar die komt volgende keer wel weer in de vlog. Maar ik ben benieuwd met hoeveel mensen ze aankomt lopen. Ik ben ook heel benieuwd. Ze belde heel schattig op. Ze zegt van, oh ja, en kan je me ophalen komen halen van school? Helemaal lief. Leuk. Ik ben benieuwd. Kijk eens wie er is! Wow, blij om mij te zien, ja, vriendin. Jay, hoe is hij? Goed. Hoe is hij? Goed. Hey Jay, ken je mij überhaupt wel? Ja. Ja? Ja. De grote ster van de video. Heb je een leuke schooldag gehad? Ja, maar ik moest heel erg veel vies eten. Vies wat dan? Eten? Ja, dat heb ik niet opgegeten. Een groentetaart, puree, met komkommer. Nee, ik haak al af. Ik hoef al niet. Hey! Oh, moet je eens kijken. Jay, we hebben een cadeautje voor jou gekregen. Ja. Wat lief. Rie, wat heb jij? Laat zien. Jij hebt mijn letter gekregen. Jij hebt gewoon een R gekregen. Weet je waar het een beetje op lijkt? Het lijkt een beetje op een surfplankje. Nee, dat is heel lief. Ik ga hem eraan hangen. Rup, kom nou even leuk, een TikTok maken met je achternichtje. Kom. Ja, maar jongens, ik kan het niet. Nou even ik leuk. Heb geen TikTok. Jay, vind jij dat Ruud mee moet doen met de TikTok? Ja. Nou, sneller krijg je... Maar vind je dat echt heel leuk? Zeg je? Vind je dat echt heel leuk? Ja! Waarom dan? Omdat het moet. Oh. Oké. Ik vind ook dat het moet. Ja. Lijken, wat vind jij? Ik vind dat je moet doen. Ja, ik ook.
Oké. Maar niet te moeilijk. Let's go, we gaan een TikTok maken. A few moments later. Ik ga het gewoon echt niet doen. Krabbel je nou nu alweer terug? Ja, maar dit gaat ook tegen het principe zitten. Ik doe het gewoon niet. Ja, we gaan het wel doen. Kom maar even een leuke TikTok dansje doen, man. Nee. Ik snap het niet van, maar dit is echt zo leuk. Ruud, kom maar even een leuke TikTok dansje doen. Nee, ik trek dit gewoon niet. Echt wel. Nee, dit zijn niet dingen voor mij gewoon. Ik zie Ruud wel zo staan zo. Ik vind het echt prima leuk om gek te doen, maar niet op TikTok gewoon. Dat is... Nou, dat is ook leuk. Dat is ook niet leuk voor je achternichtje. Ja, okay. Ja, maar ik kijk toe, ik like hem wel. Ja. Ja, nou, prima, dan ga ik wel een TikTok maken. Nu moet jij dit doen. Ben ik nu? Ja. Ja. 2, 1. Hi, Lois. Wacht, deed ik hem goed? Deed ik hem goed? Ja, en nu doe ik het laatste stukje. Laat eens zien, deed ik het goed? Oké, en dan doe ik het laatste stukje nog. Oké, ja. Dan doe jij het laatste stuk en dan hebben we een hele goede TikTok, denk ik, Jay. Ja, en... Oké, oh, sorry, pardon. Nee. Is hij af? Ja! Hij is af! Yes! Doei! We zitten nu weer in de auto en we hebben een bed. En we hebben ons achternichtje blij gemaakt met TikTok-video's. En we hebben opgehaald van school. Nou, helemaal geweldig. Topdag. En we gaan weer lekker naar huis. En ik moet zeggen, vanochtend was het kut weer, maar het is hier heerlijk. Wow, er is daar een ongeluk gebeurd. Ik zie daar een scooter staan. En er ligt daar een scooter op de grond. Dus waarschijnlijk zijn twee mensen tegen elkaar aangeklapt. Heftig. Hey. Ik dacht hier lekker slaap, jongens. Oh. Ben je weer wakker, vriend? Ja, sorry, ik moest het echt even filmen. Dit was zo'n spektakel. Ja, heb je het zien gebeuren? Nee, hè? Nee. Maar het ziet er wel heftig uit. Het lijkt wel alsof twee scooters gewoon frontaal op elkaar in zijn geklapt. Dat is niet handig, mensen. Dat is niet handig. Dat moet je ook gewoon niet doen. Oh, jongens, wat een file allemaal. We worden helemaal binnen doorgeleid. En overal staat file. Maar goed, we zijn als het goed is om 17:15 thuis. Het is vandaag vrijdag, dus dat betekent dat het weekend is. En ik heb met mezelf afgesproken dat ik in het weekend wel uit eten mag. Dus wat ga ik vanavond doen? Uit eten, samen met Danny. En daarna waarschijnlijk ergens een drankje doen. Dus ik ga Ruben thuis afzetten, ga ik me klaarmaken. En dan gaan we lekker richting Amsterdam. Jongens, het is lang geleden voor mijn gevoel. Oh nee, wacht. Ik wilde zeggen, het is lang geleden voor mijn gevoel. Maar we zijn bij de Shell. Alleen in mijn vorige video was ik ook al bij de Shell. Maar toen heb ik geen broodje gehaald. En ik ga nu wel een broodje halen, want ik heb bizar veel trek. Hij is dicht. Nee. Een grapje. Oh, goed. Zo, ik heb echt angst. Ja, pure angst. Is dat veel lekker, hè? Heel lekker. Heerlijk. Ja, jongens, daar is hij weer. Het broodje gezond. Hey. Mm. Wat heb jij? Laat eens even zien. Tonijnsalade. Oh, lekker, hey. Lekker. Ah, ik vind het zo lekker, hè. Dus dit is zo fijn. Vind je het ook niet zo fijn, dit? Ik vind het echt bizar leuk. Dat er gewoon een helemaal vast staan. Ik heb serieus met die tranen mogen. Moet je nou mee, jongens? Moet je nou mee? Daar gaat hij, jongens, daar gaat hij. Op zijn eigen voeten. Ja, jongens, de Zuidas. Dit blijft een lijpe plek. Maar we gaan hier naar boven, want hier woont Thibaut. Dus ja, laten we naar binnen gaan. Groet. Groet, Matta. Nee, Finn. Is mijn rustdag vandaag. Rot op, man. Dan, ben je weer chagrijnig vandaag? Het is mijn rustdag. Ik ben moe. Laat me met rust. Heb je het zwaar gehad gisteren? Nee, helemaal niet. Heel de nacht doorgewerkt. Het was een zware dag. Oh, oké. Okay. Hey, daar hebben we de volgende. Ze zijn allemaal lekker moe, jongens, want gisteren zijn ze weer lekker door het licht gegaan. We hebben gewerkt gisteren, dus ik weet dat je stom lult. Oh, jullie hebben gewerkt. Ja. Slechtje, maatje. Nee, waar werken zij? Ja, bij de bar. Een slap verhaal gehoord. Ze werken bij de bar. Danny werkt in een crematorium, denk ik. Gezellig, Dan. Nou, we zien het alweer. Vince kan er helemaal niks van. Ze zijn weer aan het verliezen. Net van mij. Hoeveel heb je verloren, Finn? 4-1? Ten, je had net Jantje, daarom ben ik nu bij dichter boven. Nee, het is de verlieszijde. De winnaar schuift door, toch? Was het? Finn, als je niet kan, moet je dat niet doen, hè? Hé? Hey. Finn? Het is er. Als je niet kan spelen, moet je dat niet spelen, hè? Finn, ga je scoren? Nee, hè? Dacht ik al. Doelpunt? Ja. Poeh. Finn, hoe voel je nu? Finn, dit gaat echt niet goed. Dit telt gewoon niet. Hoeveel is het? Het is nog geen Jantje. Bijna Jantje, dit wordt gewoon Jantje. Jij hebt Jantje in 20 minuten of zo. Ja, Jantje, 20 minuten van jou gewonnen, toch? Oh, Dan, die hou je van gek. Finn, wees dan even eerlijk tegen je volgers. Finn, wees nou eens eerlijk. Jongens. Hier, komt ie. Zie je, Finn kan er echt niks van. Zo, ben je geluk, Finn? Oh, dit is spannend. Finn, je hebt echt een engeltje op je schouder vandaag. Koud. Dit gaat jouw avond worden. Je gaat nu scoren. Als je niet scoort, Finn, ja. Hey!
Penalty, penalty, nou, penalty. Of gaat hij missen? Dude, ik had zo. Nee! Yes, come on! En rood. Dit kan hem nog worden, dude. Dit kan hem nog worden. Ga je winnen? Ja, 100%. Ja? 100. Oh! 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 Fair spel. Ja, nee! Ja! Come on! Nee, zeg Vincent goals dit, zeg maar. Nee, alleen maar met geluk scoren. Nee, ja, zeg jouw type goals dit. Nee, dit was gewoon geluk dat hij op de lat kwam, ping. Ja, man. Het is wel spannend. Ja, die zwet. Kijk, dat is echt. Dit zijn echt van die sneuwe doelpunten. Dit zijn echt van die sneuwe doelpunten. Zo gaat de voetbal toch ook? Nee. Jawel, jawel. Nee, Paris Saint-Germain zou nooit zo scoren. And 5 minutes to go. Shh. Vin, gaan we scoren? Oh, ja, jij bent de meest sneuwe. Oh, penalty! Nee! Nee, ga weg! Ga weg! Oh. Kijk hem gewoon niet aan! Finn! Jij zit op midden. Dit gaat echt mis, deze gaat. Kom op, in de laatste 2 minuten! Kom op! Jij wat? Oké. Nu Jantje, en wie de wint moet trakteren zo voor eten. Nee, dat telt niet. Jawel. Ja, nee. Oh Jantje, als iemand Jantje is trakteren voor je eten. Nou Finn, er wordt een etentje gratis voor Thibaut, denk ik. In de eerste helft, dat betekent nog gratis dranken bij, hè? Hé, hey, dat is de voorwaarde, hè? Jantje in de eerste helft. Ja, Jantje in de eerste helft, eigenlijk voor iedereen gratis eten en drank. Kijk hem blij, kijk. Hij is zo ontzettend blij. Maar, heb je commentaar? Wil je iets uitleggen? Wil je iets vertellen tegen je volgers? Nee, ik betaal al voor Thibaut. Thibaut, ga eens eten. Maar dat is prima, fuck dat Thibaut betaalt. Dat is prima, maar voor jullie ga ik zelf betalen. Pakt je nou je Felix af? Ja. We wilden eigenlijk met de Felix gaan, maar hij werd net voor zijn neus weggepakt. Dat kan niet. Hij heeft het zwaar, hè? In ieder geval, jongens, moet Vincent met ons meegaan naar Barcelona maandag. Oh, lekker zo. Hé, ga je gewoon zelf koken, joh, Dan? Die focussen, jongen. Hé, hey, Dan, ben je toch een keer aan het koken, hè? Eindelijk ben je een keer aan het koken zo. Nee, joh, wie is daar dan? Hij is er weer. En opeens zijn we weer in de parkeergarage. En moet je eens kijken, mijn grote vriend staat er nog. En ik ga lekker naar huis. We hebben net lekker gezellig met de gasten gegeten. En ik ga nu lekker naar huis. Ik ga Ruben nog eventjes ophalen in Amsterdam. Want die is net nog weggegaan naar een vriend. Maar ik ga hier bij de vlog afsluiten. Dus vond je dit nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.